FC Utrecht heeft zich versterkt met Arthur Zagre. De 19-jarige verdediger komt op huurbasis over van AS Monaco. Het is een linksback met heel veel potentie die we kennen vanuit de nationale jeugdselecties. Die zich al op 17-jarige leeftijd zijn debuut maakte bij Paris Saint-Germain. En toen een transfer maakte naar Monaco. Ja, van daaruit zijn we hem eigenlijk blijven volgen. En ja, daarin is hij minder aan spelen toegekomen. En nu hebben we hem kunnen overtuigen om voor ons project te kiezen. En ja, huren we hem voor 2 jaar met een optie tot koop. Je sais que c'est un grand club hollandais qui aime bien jouer au ballon, qui joue beaucoup, qui dégage pas, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il joue au ballon, il joue offensif, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Nou ja, het is een hele moderne linksback die met heel veel intensiteit speelt. Is echt atleet, heel snel, met veel voetballend vermogen en vooral veel drijf. En ja, dat zijn punten die natuurlijk erg aanspreken en die binnen onze speelstijl passen. Ik denk dat ik mijn techniek kan aanbrengen, want het is een van mijn kwaliteiten. Mijn talent is offensief, want ik hou ook van het provoceren. Zelfs als ik lateraal ben, hou ik ook van de l'avant. Même si défensivement aussi, j'apporte beaucoup. Et voilà, je pense que c'est ça que je peux apporter à l'équipe. Is het een jongen die er gelijk moet staan of wordt hij rustig gebracht? Of hoe gaat dat traject er, zoals het nu lijkt, ongeveer uitzien? Nou ja, we zijn ontzettend tevreden met Django Warmerdam, die we daar hebben. Maar het is natuurlijk heel mooi, in een elftal wil je concurrentie hebben. En ja, hij heeft de komende 2 jaar heeft hij mooi de tijd om zich daarin te ontwikkelen en daarin de concurrentie met Django aan te gaan. Maar het is natuurlijk duidelijk dat wij met Django een hele goede linksback hebben. Maar het is natuurlijk ook heel mooi om daar iemand achter te hebben met heel veel potentie en die nog kan doorgroeien. Have you had some contact with, for example, Moussa Silla en Albert Lotin? Ouais, toujours. Albert Lotin, je l'ai connu plus jeune dans la région parisienne. On avait déjà joué ensemble. Moussa Silla aussi, j'ai joué avec lui à l'AS Monaco. Donc ça veut dire que j'ai parlé un peu avec lui du club, je lui ai posé des questions et il n'y a eu que des bons retours. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. We hebben met een goed verleden met Franse spelers. En natuurlijk probeer je spelers erbij te betrekken om hem te overtuigen. Maar dit is een jongen die echt een eigen plan in zijn hoofd heeft. En die met name ook zelf wilde kijken. En we zijn de gesprekken met hem aangegaan. En hij heeft zich verdiept in de Club Utrecht. En ja, is overtuigd geraakt. En ja, daar zijn we heel erg blij mee.